Het CDA heeft de meeste stemmen gekregen in de gemeente Peel en Maas tijdens de Europese verkiezingen. Jeroen Leenaars, de nummer 2 van de ChristenDemocraten, kreeg 1709 stemmen. Hij is daarmee gekozen als Europarlementariër en de enige Limburger in het Europees Parlement. Het CDA kreeg 9258 stemmen, zo'n 28%. Daarmee blijft het CDA de PVV ruim voor. De VVD wint met zo'n 30% ten opzichte van 2009. D66 en de SP kregen van de inwoners in Peel zo'n 9% van de stemmen. 50PLUS krijgt 8%. De PvdA verliest zo'n 15% van de stemmen en ook GroenLinks verliest fors. De Partij van de Dieren krijgt 2,17% van de stemmen. Ik vind het heel erg moeilijk. Ja, dat is... Uh, als gewone man... ...vind ik het echt moeilijk om allemaal tussen die uh, bobo's te kiezen. Uh, wat, ja, uh, er kan zoveel vrachtwagens bij zitten. En, en wie ben ik om daarover te oordelen? Dat kan ik dus niet. Dat kan ik echt niet. Er moet ik ook een beetje... ...met voor het zeggen hebben, want er gebeurt wel zoveel en als er niks duistert... ...ja, staat ze gans buiten de lijn. Ja. Er zijn te veel negatieve stemmen in de wereld en... Uh... Ik denk dat Europa dat we dat gewoon nuttig hebben, en, uh, nou, dus als ze door VEUR is, dan kiezen ze dus ook een partij die VEUR is. Ja. Met een opkomstpercentage van 31% ligt het opkomstpercentage in Peel lager dan het landelijke percentage. Ook ging er tijdens de vorige Europese verkiezingen in 2009 meer mensen in Peel Maas, toen nog de gemeenten Meijel, Helden, Maasbree en Kessel, naar de stembus. Het opkomstpercentage lag toen op 33%.